Het kan zijn dat je soms dingen vergeet of dat je juist uitstelgedrag vertoont op bepaalde taken en activiteiten waar je liever geen uitstelgedrag op wilt vertonen. Er zijn een paar simpele methodes, technieken die je daarin kunt toepassen. En vandaag deel ik weer één techniek met je en dat is de als-dan methode. Wat in feite betekent dat op het moment dat jij bijvoorbeeld aan het werk bent, misschien vind je het lastig om soms pauzes in te lassen, om dan tegen jezelf te zeggen, als ik een uur heb gewerkt, dan hou ik een pauze. Dat is een hele mooie en goede manier om het zo aan te pakken. Iets anders kan bijvoorbeeld zijn dat je af en toe meer in beweging zou willen zijn. Je kunt iets kleins toepassen als ik naar de wc ga, dan doe ik een push-up. Wat betekent dat je ook automatisch eventjes die beweging meepikt. Wil je meer en beter naar andere mensen luisteren, dan zou je kunnen zeggen tegen jezelf, als ik met iemand praat, dan ben ik de eerste 5 minuten stil en luister ik naar de ander. De als-dan methode kun je dus heel makkelijk toepassen om je gewoontes te verbeteren en uitstelgedrag te overwinnen. Probeer het voor jezelf uit, zou ik zeggen. En dan wens ik je veel succes en een fijne dag toe.